Golden Avenue die leidt. Golden Avenue de leider met Fleurs Wagenman. En Dean Bros die komt nu ook opzetten. Dean Bros die gaat proberen hier de zaak naar zijn hand te zetten. En heeft intussen de leiding overgenomen van Golden Avenue. En Fleurs Wagenman ligt op de derde plaats op dit ogenblik. Daarachter Gently Bogo met Bolitz en Onchois. Dan is het daarachter Vade Scott. Gevolgd door Clopin, Dubolet en Ennius Boko Sluiterij. En alle paarden in aangesloten vorm. Als de deelnemers dan zo dadelijk de finale fase ingaan. Bij het indraaien van de laatste rechte lijn is het zo dadelijk nog 600 lange meters hier op het heilige gras van Duindicht. En vooralsnog zien we dat de leiding is voor Dean Bros. Dean Bros, een lengtevoorsprong op Golden Avenue. Fleurs Wagenman, die ligt derde. Op de vierde plaats is het Gently Boko. We zijn nu in de laatste rechte lijn. Nu zijn de laatste 600 meters ingegaan. En is het nog altijd Dean Bros die leidt. Dean Bros met op de tweede plaats Golden Avenue. Dan Fleurs Wagenman. Maar aan de buitenzijde komt Gently Boko nu naar voren. Die gaat de aanval inzetten. Ook Vade Scott probeert een plaatje goed te maken. Politie van Onchois die wordt wakker geschud door Ruud Pols. En we zijn dan gevorderd tot de laatste 350 meter. En dan is het aan de binnenkant nog altijd Dean Bros. Maar Golden Avenue die komt terug voor meer. En daarachter volgt dan Gently Boko. Golden Avenue herneemt de leiding. Daar komt in vliegende vaart ook Vade Scott naar voren. We zijn in de laatste meters. En het is Golden Avenue. Hier de meester. Golden Avenue wint weer op Duinlicht. Op de tweede plaats is het daarachter Vade Scott. Dan volgt Dean Bros en Fleurs Wagenman. Ja, dit vind ik mooi. Ja, ik ook. Maar ja, daar zie je alweer wat, precies wat ik al aankondigde. Het is onmogelijk als je 20 meter krijgt de vorige keer. Je gaat gelijk af. Dan is dit het grote verschil. En dan komen de nummers 2 en 3 ver voor de rest binnen. In principe, ja, de beste de rest, Dean Bros. Had gelijk aansluiting. Enjes, Boko, Bolides en Kop in de Blaze. Lopen allemaal goed. Alleen ze moeten 20 meter geven. Ja, Dennis, we beginnen vast met de huldiging, want het duurt nog even. Maar ik hoorde het net al niet verwacht. Nee, hij ging de laatste paar keer al helemaal niet meer. Ik denk uit zijn kilometer al gemaakt. Hij maakt dit seizoen nog af en dan stoppen we. Maar ja, hij verrast me gewoon positief. Misschien ook omdat hij nu veel gekoerst heeft de laatste paar weken. Dat hij gewoon wat scherper is. En ja, hij maakt het fantastisch af. Die, ik zei ook net boven, je had een andere tactiek. Normaal is de kop houden de tactiek. En de overkant kwam Dion met veel bravoer. Dat dacht ik, laat hem maar gaan. Ja, je weet, als Dion mee omkomt, dan geeft hij gas. En de laatste rechtlijn is hier lang zat, dus je kan prima wachten. En hij liet de laatste keer hier ook wel zien dat hij even van de ruggetje af even wat pure speed hebt. Dus ja, misschien dat hij dat toch leuker vindt nu. Nou ja, goed, in het voorstuk had ik erover, de vorige keer kreeg je gelijk af met één spoken 20 meter. En nu kreeg je 20 meter, dat is wel dergelijk een verschil. Ja, ik weet niet hoe ver ik voor lig, maar nou, vorige keer wou hij gewoon tot de finish niet doorlopen. En nu liep hij gelukkig wel weer door. Dus we zien hem nog een paar keer terug. Zo maken we dit seizoen af hier op Duinlicht en dan zien we dan wel weer. Is goed, hij zou nou al bijna officieel zijn. Uitslag is in totaliteit officieel, dames en heren. De overwinning voor nummer 2 Golden Avenue ging in een mooie tijd van 1:21.2. Tweede geplaatst nummer 3 Vade Scott. Derde de 5 Dean Bros. Vierde de 4 Fleurs Wagenman en vijfde de 1 Gently Boko. 2-3-5-4-1 is officieel. Bloemen zijn inmiddels overhandigd aan Dennis Minema. Bloemen beschikbaar gesteld door de familie Uitenbos van Stalvrije Nessen. Waarvoor bijzondere dank.